ben Milena. En ik ben Rosanne. Hallo allemaal! Superleuk dat je luistert naar Twin Time op Efteling Kids Radio. Het is vandaag een bijzondere dag, want wij doen vandaag een december special van Twin Time. Wat je zo al allemaal kan verwachten in deze uitzending is dat we liedjes zullen laten horen die we zelf echt superleuk vinden. Maar je kan natuurlijk zelf ook nummers aanvragen via eftelingkidsradio.nl. En we gaan ook een film bespreken die in de bioscoop draait. En we hebben nog een prijsvraag voor jullie, dus blijf er zeker even bij. En zoals we in het begin van deze uitzending al zeiden, we zouden ook een film bespreken die op dit moment in de bioscoop draait. En vandaag is dat Heartbeat. Ja, en ik heb gehoord dat hij echt al meer dan 100.000 bezoekers heeft gehad of zo. Ja, zoiets. Ja, de hoofdrol wordt gespeeld door Fayen van den Bos. En die is nu ook te zien in de musical De Gelaarste Kat in het Efteling Theater. En de andere hoofdrol is natuurlijk voor Rijn van Duivenbode. Ja, en de film is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Dan gaan we nu natuurlijk luisteren naar de titelsong van de film Heartbeat. Rosanne? Ja? Wat vind jij de leukste attractie in de Efteling? Oeh, even goed denken. Nou, ik vind de Baron super cool. Vooral omdat je op een gegeven moment een vrije val gaat maken. En dat is super spannend natuurlijk. En dat je over de kop gaat. En jij, Milena? Ik vind Joris en de draak echt super cool. Want je gaat echt zo hard. Ik krijg altijd tranen in mijn ogen. En je gezicht wordt helemaal plat van de wind. Ja, ik vind die echt helemaal geweldig. Welke attractie vinden jullie nou het leukste? Laat het ons weten via eftelingkidsradio.nl. Nodig heen. Een van onze grootste wensen was om een eigen radioshow te hebben. En die wens is nu uitgekomen. Wat is eigenlijk jouw liefste wens? Laat het ons maar even weten via eftelingkidsradio.nl. Hallo! Luister woensdag, zaterdag en zondag naar onze december special bij Efteling Kids Radio. Wel goed luisteren, hè? We gaan naar binnen bij de carousel. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat zit hier, dit. Wel leuk, een winter Efteling. Het is echt winter. Het is echt leuk winter. Ja. Maar wel koud. Waarom lezen we dit? Hartje spannend goed. Zacht, hè? Foto! Yes! Yes! Ik heb er wel bij hoor, warme chocolademelk met slagroom, heel lekker. Ja. Maar tegen de kou. Dankjewel. Zo'n selfie, ja. Ze kent ons liedje, hier mijn selfie. Hier mijn selfie, we lijken op elkaar. Hetzelfde bruine ogen en hetzelfde blonde haar. Oh, die vrouw. Gaan nu een stroopwafel kopen. Ik koop van die hele verse, die zijn echt heel... Lekker warm, warme stroop erin en zo. Ik denk het. Ik denk dat je ook warme chocolademelk met allemaal chocolade erop. Oh, we laten het jullie even zien.
Kijk, zie je al dat die bolletjes zijn allemaal chocola. Hij is heel lekker. Slagroom is goed gekeurd. We gaan nu naar de Villa Volta. Dus we gaan even kijken hoe het voor dat huis eruit ziet. Wij zien nu pas dat Villa Volta, dat meisje daar, dat ook bij de Villa Volta, dat het beweegt. Ja. Wacht, haar armen bewegen. Zien. Haar armen bewegen heel langzaam, omhoog en naar beneden. En in deze uitzending zat ook een prijsvraag. Je kan namelijk iets winnen. Maar Rosanne, wat kon je ook weer winnen? Je kan een supercoole wintermuts winnen die wij voor je gaan maken. Ja, maar dan moet je natuurlijk wel de prijsvraag weten. Ja, en de prijsvraag is... Noem een wintersport die je kan beoefenen in de Winter Efteling. Weet jij nou het antwoord? Laat het ons weten via eftelingkidsradio.nl. Ja, of natuurlijk in de Efteling Kids app. Dit is het weer. Hallo! Een superleuke december special die wij presenteren op Efteling Kids Radio. Dus ik zou zeggen, ga zeker even luisteren. Oh ja, luisteren. Special van Twintime met Milene en Rosanne. En wil je ons nou vaker horen op de radio? Laat het ons weten op eftelingkidsradio.nl of natuurlijk via de Efteling Kids app. Ja, wat vind ik wel echt super leuk. Ja, maar schrikkelijk, het is niet helemaal. Papier, hier. Super lekker, super lekker. Wij vonden het in ieder geval een super leuke dag. Heel leuk. En als je deze video nou leuk vindt, doe dan even een duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk op ons kanaal. En tot in de volgende video. Doei!